Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling hoopt dat de wet collectieve rechten inheemse en tribale volkeren wordt aangenomen in de Nationale Assemblée. Na discussies met twee vertegenwoordigers van inheemse en tribale gemeenschappen is op 1 oktober 2019 de ontwerpwet door het managementteam grondrechten voorbereid. Met de behandeling en de aanname van deze wet zal er volgens minister Dikan een eind moeten komen aan het vraagstuk van de grondrechten van de inheemsen, Marons in Suriname. We werken er hard aan. Ik kan u zeggen dat ik nog van de week wat afspraken heb daarover. Intussen is de memorie van toelichting ook af. We hebben het ook in studie. En wanneer we zover zijn, hoop ik dat de Nationale Assemblée, de Staatsraad, ook met de nodige voorvarendheid de wet gaan behandelen. Waardoor we nog natuurlijk binnen dit termijn dat kunnen afhandelen. Ik moet zeggen dat het wel hectisch is, maar het is te doen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling, dat gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen op 25 mei 2020, is ook bezig met de voorbereiding van de stembusgang in het binnenland. Minister Dikan zegt dat het korps van districtscommissarissen nu goed wordt klaargemaakt voor een vlot verloop van de verkiezingsdag. Ik weet dat ze een cruciale rol spelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft constant overleg en de sessies ook worden conform de agenda afgewerkt. Dus laten we zeggen dat dat in goede banen zit. Het is op schema en zoals we gewend zijn in Suriname, denk ik ook dat we in 2020 goede verkiezingen gaan organiseren.